Meneer Spong, voor zover u de situatie in Suriname nog kunt volgen, want er is enorm veel verwarring ontstaan door allerlei juridische commentaren die er geleverd worden. Wat zegt u van de ontwikkelingen in ons land, juridisch gezien, vanaf dat het vonnis is uitgesproken tegen Bouters zo'n 3 weken geleden? Ja, voor zover ik het kan overzien, wordt getracht een rookgordijn door de verdediging van meneer Bouters op te werpen. En er wordt enorm veel juridische kletskoek verkocht, met name over de kwestie van de amnestiewet uit 2012, meen ik. Of die nou wel of niet een veroordeling in de weg zou staan. En zo ja, dat het Hof dus een fout zou hebben gemaakt. Dat is allemaal achterhaald. En het is juridisch, technisch ook volkomen onjuist, als ik het vriendelijk mag uitdrukken. Het is achterhaald omdat zowel de Krijgsraad als het Hof hebben de amnestiewet niet van toepassing geacht. Dat zijn twee vonnissen die zullen we moeten respecteren. En er is een rechtsgang geweest over dat punt. Het is verworpen door de Krijgsraad en het Hof. En dan kan je dus niet nu nog eens een keertje met iets wat op een bezwaarschrift lijkt zeggen van nou, dat vonnis dat is onjuist. Dat is één. Twee is dat het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens heeft meermalen, laatst nog in 2019, uitgemaakt dat amnestie voor ernstige mensenrechten schending ontoelaatbaar is. En dat mensen die dat soort dingen doen, mensen die gewetensloos andere mensen van het leven beroven, dat mag niet straffeloos blijven. Al dus dit Inter-Amerikaanse Hof. Dus voor zover de nieuwe advocaten ermee schermen dat ze naar dat hof zullen stappen, hebben ze geen schijn van kans. Daar komt nog bij dat de democratie in Suriname, een democratische rechtsstaat, brengt met zich mee dat je je aan de rechtsgang van die staat houdt. En hier hebben twee rechterlijke colleges recht gesproken en een vonnis geveld. En dat vonnis moet ten uitvoer worden gelegd. Zo simpel is het. Dat staat in de Surinaamse wet. Er is geen enkele ruimte om met een bezwaarschrift of wat dies meer ook tegen dat vonnis op te komen. Dan hadden ze maar, die nieuwe advocaten, die hadden dan maar in hoger beroep ten tijde van de zitting hun argumenten naar voren moeten brengen. Maar ze zijn nou te laat. Dus er wordt een juridisch rookgordijn met misplaatste juridische argumenten opgeworpen en gemaakt. En Suriname dient maar één ding te doen. En dat is onmiddellijk dat vonnis ten uitvoer te leggen. En zich niet van de wijs te laten brengen door deze nieuwe gang van zaken. Maar kan men tegen een vonnis, als men dat vindt als advocaat, dat het vonnis onrechtmatig is, een bezwaarschrift indienen bij het Hof tegen dat vonnis en een civiele procedure daarover starten? Nee, dat kan niet. Dat is nou eenmaal. We kennen in ons strafrecht of in het strafprocesrecht iets dat heet het gesloten systeem van rechtsmiddelen. En dat gesloten systeem van rechtsmiddelen, wat in Suriname van toepassing is, brengt met zich mee dat je op de manier zoals de wet het voorschrijft, je standpunten, je juridische standpunten naar voren kunt brengen. Dat is bij de Krijgsraad en dat is bij het Hof. En voor de rest zijn er geen smaken. Dus er is überhaupt niet mogelijk volgens het systeem in Suriname om tegen een mogelijk onrechtmatig vonnis, als je dat vindt als advocaat, een bezwaarschrift daartegen in te dienen? Nee, dat gesloten rechtsmiddel, dat gesloten systeem van rechtsmiddelen brengt met zich mee dat dat niet kan. Dus het Hof zal zich ook helemaal niet gaan bemoeien met de vraag of het wel of niet een onrechtmatig of onjuist vonnis is. Het Hof heeft gesproken via zijn vonnis. En het Hof heeft gemeend dat een veroordeling op zijn plaats is. En that's it. Maar waarom zeggen deze nieuwe advocaten dat ze een civiele procedure gaan starten tegen dat vonnis? Nou ja, dat mogen ze zeggen. En het staat ze ook volkomen vrij om dat te doen. Maar het Hof is er op geen enkele wijze aan gebonden. En ik zie nog niet zo gauw een civiele rechter
En met name een civiele alleensprekende rechter, eerste of tweede kanton. Ik zie nog niet zo gauw een civiele rechter een vonnis van het hof vernietigen. Maar zolang dat vonnis er bestaat, en het is inmiddels een onherroepelijk vonnis, daar is absoluut niks meer aan te doen. Dus er is geen kort geding mogelijk überhaupt tegen wat voor vonnis dan ook? Dat is juist. En als ze een kort geding starten, zullen ze linea recta niet ontvankelijk worden verklaard. Maar als er wel een procedure gestart zou worden, betekent dit toch niet dat de detentie geschorst wordt? Volkomen juist. De detentie wordt door geen enkele procedure geschorst. En nog een vraag, meneer Spong. Al die argumenten die door de juristen nu naar voren gebracht worden over amnestiewet, dat hadden ze toch tijdens het hoger beroep naar voren moeten brengen? Want in het hoger beroep hebben ze gezegd, meer gebaseerd op dat het geen voorbedachte raden was en dat hun getuigen niet gehoord zijn en dat die slachtoffers coup wilden plegen. Maar ze hebben het niet gehad over de amnestiewet. En dat ze dus... Ja, nou, dat is, daar hebt u helemaal gelijk in. Ze zijn gewoon te laat. Ze hadden al deze argumenten maar op de zitting naar voren moeten brengen, in hoger beroep uiteindelijk. Dat hebben ze niet gedaan. En ja, daar plukken ze nu de zure vruchten van. En nogmaals, het is het gesloten systeem van rechtsmiddelen, brengt met zich mee dat je op de juiste plaats en op het juiste moment, dat betekent ter terechtzitting van het hof, al je juridische argumenten op tafel moet leggen. Je kan ze dus niet nog eens gespreid na een vonnis ermee aankomen zitten. Afgezien van het feit dat het onjuiste argumenten zijn. Want het Constitutionele Hof heeft de amnestiewet onverbindend verklaard. Althans, heeft gezegd, die is in strijd met het mensenrechtenverdrag. En vervolgens is op voorspraak van de minister van Justitie in het Surinaams parlement die wet onverbindend verklaard. En die onverbindende verklaring brengt met zich mee dat er geen enkel vonnis, of het nu dateert van voor of na de introductie van die wet, maar dat brengt met zich mee, die onverbindende verklaring, dat geen enkel vonnis daar meer op gebaseerd wel of niet kan zijn. En dat betekent dus ook dat men nu geen recht kan ontlenen aan dat onverbindend verklaarde, aan die onverbindend verklaarde wet. Maar, dus men is gewoon te laat. En het is wel aardig dat men het probeert, maar Suriname moet wel, de juridische instituties in Suriname, die moeten wel het hoofd koel houden en zich niet van de wijs laten brengen door deze wat afleidende acties. Bovendien lijkt mij, als leek, zeg ik dat, meneer Spong, dat men van alles en nog wat kan vinden wat de auditeur militair Roy Elgin toen gezegd zou hebben over de amnestiewet en over wat dan ook. Maar het is toch niet Elgin die bepaalt. Het is de krijgsraad die bepaald heeft en het hof heeft bepaald en het constitutioneel hof heeft bepaald. Helemaal juist. Meneer Elgin is een auditeur militair, die mag vrijelijk en die heeft het recht allerlei juridische opvattingen te hebben en te koesteren en naar voren te brengen. Maar geen enkele rechter in Suriname is verplicht dat ook te volgen. En de Surinaamse rechter heeft gesproken in twee situaties, bij de krijgsraad en bij het Hof van Justitie. En dat betekent dat we die beide uitspraken, vooral die van het hof, die zullen we gewoon moeten eerbiedigen. Maar ik meen mij te herinneren dat voor het vonnis door de NDP en door Boutersen werd gezegd dat ze het vonnis zouden respecteren. En Boutersen wilde nog zijn Morello hebben in de gevangenis. En nu schijnen ze erop terug te zijn gekomen. Ja, ze tappen nu uit een ander vaatje. Waarom, dat weet ik niet precies. Er is maar één woord voor wat er nu gebeurt. En dat is, er is sprake van paniekvoetbal. Dat is de reden waarom men waarschijnlijk afstand heeft genomen van Kanai. Dat is de reden waarom teruggekomen wordt op de bewoordingen van Boutersen dat hij een vonnis zal respecteren. Heeft hij meermalen voor de televisie gezegd. Ik zie het nog zo voor me.
En ja, dat maakt het geheel natuurlijk ook een tikkeltje ongeloofwaardig, de acties die nu gevoerd worden. En Suriname zal gewoon de justitiële autoriteiten, PG, die zal gewoon zijn hoofd koel moeten houden. Dank u wel, meneer Spong. Hebt u tot slot nog wat op te merken? Nee hoor, ik wacht met spanning af hoe het verder zich ontwikkelt. Maar nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat nu op dit moment de procureur-generaal van Suriname snel in actie moet komen. Dank u wel, meneer Spong, en een goede dag. Ja, dank. Dag. Dag. En zo hoorde u Gerard Spong, advocaat met wie we vaker hij het 8 december strafproces becommentarieerd heeft voor ons. En de discussies zullen blijven gevoerd worden, want daar zijn we heel goed in Suriname.